In deze webles gaan we kijken naar een opgave uit het boek, en het is opgave 33. En deze opgave gaat over een hoogspanningslijn. We gaan dadelijk rekenen aan een hoogspanningslijn. En de situatie is als volgt: een hoogspanningslijn zorgt er eigenlijk voor dat de energie die in een energiecentrale vrij wordt gemaakt, de elektrische energie, naar jouw huis kan komen. En de uitdaging zit hem erin dat er vaak een grote afstand is tussen de elektriciteitscentrale en jouw huis. En de stroom. Die gaat lopen tussen de elektriciteitscentrale en jouw huis. Die gaat dan via zogenaamde hoogspanningsmasten. Ik teken eventjes de, de draden versimpeld. Wat je natuurlijk ook hier krijgt, is dat je een gesloten stroomkring moet hebben. Dus de draden lopen van de centrale naar het huis en van het huis terug naar de centrale. We krijgen er wat gegevens bij. De centrale heeft een bepaald vermogen aan elektrische energie die het kan produceren. Dat is 2630. Megawatt en dus de, de spanning die over het draad staat, de hoogspanningslijn, die is 380 kilovolt. Dit is de situatie en de eerste vraag die we moeten gaan beantwoorden is: ja, hoe groot is nu de stroom die gaat lopen in dit circuit tussen de elektriciteitscentrale en het huis? En dat is op zich niet een hele ingewikkelde opgave, want we gaan uh, deze formule gebruiken: P is U mal I. En we kijken even, dan zien we dat p gegeven is en dat u ook gegeven is. Dus we kunnen deze formule omschrijven tot i is p gedeeld door u. En we kunnen het daarna invullen, en dan komt eruit dat er een stroom loopt van 6,92 kiloampère. Nu krijgen we wat extra informatie bij. Er is niet één stroomkabel die van de centrale naar het huis loopt, maar er zijn er vier naast elkaar, vier heen en vier terug. En de vraag is nu: kunnen we hier een schakelschema van tekenen. En een schakelschema is altijd een vereenvoudiging, een schematische vereenvoudiging van de werkelijkheid. En we gaan ook de juiste symbooltjes gebruiken. En dat is, uh, we gaan de centrale gaan we zien als een hele grote batterij. Het huis heeft een elektrische weerstand. En ook de draden tussen de centrale en het huis hebben allemaal een eigen weerstand. Normaal kunnen we die verwaarlozen, maar omdat deze draden zo enorm lang zijn Gaat dat op een gegeven moment niet meer. Dus we gaan ook die draden een weerstand meegeven. Ja, en hoe ziet dat er dan uit? Dat ziet er dan uh, schematisch uh, zo uit. En ik heb ook de stroomrichting gegeven. En ik heb, ben, ik heb even aangenomen dat aan de bovenkant de stroom van de centrale naar het huis loopt en aan de onderkant terug van het huis naar de centrale. En je ziet dat ik hier elk draad heb getekend met een blokje erin, een blokje van weerstand. En ook het huis heeft een weerstand. De volgende vraag is kan ik nu ook berekenen hoe groot de stroomsterkte is in elk van mijn draden. Nou, dat is eigenlijk een hele simpele uh, vraag, want ik heb totaal stroom van 6,92 kiloampère. En als ik die verdeel over vier draden, dan krijgt elk draad 1 vierde ervan en dat blijkt dan 1,73 kiloampère te zijn. De draden, daar hebben we ook wat andere gegevens van, namelijk uh, de lengte. Dus eigenlijk de afstand tussen de centrale en uh, de huizen is 107 kilometer. En de draden zijn vrij dik uitgevoerd. Ze zijn 12 cm uh, dik. Dus ze hebben een diameter van 12 cm. En de draden zijn uh, gemaakt van aluminium. Vraag D van deze uh, uitgebreide uh, opgave is: kunnen we berekenen hoe groot de weerstand is van één zo'n draad? En dat kan natuurlijk, want daar hebben we een formule voor. En die formule ziet er zo uit: De weerstand van het draad is gelijk aan de soortelijke weerstand, maal de lengte gedeeld door uh, de doorsnede van het draad. En eigenlijk hebben we alle gegevens uh, hebben we al aangereikt gekregen. Uh, want uh, de soort weerstand van aluminium, want de draad was gemaakt van aluminium, die kun je gewoon opzoeken in Binas. Um, en die heb ik hier weer gegeven. Uh, de lengte van de draad is ook gegeven, 107 kilometer is uh, 1,07 x 10 5 meter. Let op dat je het natuurlijk in meters moet invullen. En voor de doorsnede moet ik net iets meer werk doen. Want de doorsnede is eigenlijk het oppervlak van de draad. En het oppervlak is gelijk aan pi maal r in het kwadraat. Dus ik moet de helft van de diameter pakken. Ook hier in meters invullen. En dan komt eruit 1,13 mal 10 macht min 2, vierkante meter. Nou, dit kan ik rechtstreeks invullen in de formule hierboven. En dan krijg ik een verrassend lage weerstandswaarde van 1 zo'n draad. Terwijl dat draad eh, 107 kilometer lang is, heeft het toch slechts een weerstand van 0,26 ohm. En het heeft puur te maken met de dikte van het draad. Het draad is eigenlijk enorm dik. Nu komt uh, de laatste vraag, en dat is ook meteen de uitsmijter, en, en misschien ook wel de lastigste vraag. En dat is uh, de volgende: Ik heb nu dus deze situatie. Ik heb hier uh, één draad even getekend, ik heb de andere draden even weggelaten. Ik weet de stroomsterkte door het draad. Ik heb net uitgerekend wat de weerstand is van het draad en uh, de vraag is nu: kunnen we uitrekenen hoe groot het vermogen is dat in het draad wordt opgewekt? Voor het vermogen dat gegenereerd wordt in een elektrisch apparaat hebben we deze formule en het is nu heel verleidelijk om deze formule in te vullen en daar uh, voor uh, de spanning van de kabel 380 kilovolt te nemen. Maar dat is niet juist, want die 380 kilovolt is de totale spanning die de centrale genereert. En uh, als al die spanning zou staan over één zo'n draad, dan zou dat betekenen dat op de positie van het huis ik nog maar 0 volt spanning over heb. Oftewel, er komt helemaal geen uh, elektriciteit meer aan bij het huis. Uh, dus het is een, een instinkertje. Ik moet niet die 380 kV uh, invullen. Maar hoe groot is dan wel de spanning over het draad? En. Dat kan ik gelukkig uh, uitrekenen, want uh, ik weet uh, hoe groot de stroomsterkte is door het draad. En ik heb ook net uitgerekend wat de weerstand is van het draad. En dan heb ik natuurlijk uh, de wet van Ohm, die ik uh, nu kan invullen, maar dan puur gericht op de situatie van het draad. Dus de spanning die over de kabel staat, is de stroomsterkte erdoorheen, maal de weerstand van uh, de kabel. Nou, die kan ik invullen. En dan blijkt, dan blijkt er dus 450 volt spanning te staan. Over die hoogspanningslijn. Wat inhoudt dat ik uh, op de positie van het huis dus geen 380 kV meer heb, maar net iets minder. Maar nog steeds uh, genoeg om ervoor te zorgen dat het huis uh, genoeg uh, elektrische energie krijgt. Nu heb ik de spanning over de kabel berekend en ik moet deze waarde dus invullen in deze formule voor het vermogen. En dan kan ik uitrekenen hoe groot het vermogen is dat wordt ontwikkeld in die kabel. En dat blijkt een enorm groot getal te zijn: 0,78 megawatt per kabel. En dan moet je natuurlijk niet vergeten dat je acht kabels hebt: vier heen en vier terug. Dus je hebt een enorm verlies aan energie in die kabels. Uh, het lijkt een enorm verlies, maar je moet het ook natuurlijk even uh, relateren aan hoeveelheid energie die de centrale opwekt. Dat is nog vele malen groter. Dus het is nog steeds maar, eigenlijk maar een kleine fractie van alle energie die de centrale um, produceert, die verloren gaat in de vorm van warmte in de kabel.